Dag iedereen van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club de podcast van Pix Sports over de UEFA Champions League aflevering 3 want we gaan vooruitblikken op speeldag 3 van de groepsfase en het wordt vandaag toch wel een speciale aflevering want we gaan hem volledig ophangen aan de wedstrijd waar morgen in België iedereen naar zal kijken denk ik dat is Club Brugge tegen Atletico omdat Club er met 6 op 6 aan begonnen is en mijn gasten vandaag zijn twee mannen die ja, morgen in het stadion zullen zitten dat zijn Gert Verrij en Filip Standart. Goeiedag. Goedendag. Nicola Gert, jij gaat er zoals altijd als commentator, co-commentator in zitten in dat stadion met Peter van den Bent. Kijk je ja. er naar uit? Uh, ja, absoluut. Uh, ja, Eén en omdat het Club Bruggen is, natuurlijk, hè, onze, onze Belgische vertegenwoordiger. Uh, maar ook omdat het Atletico is. zoals uh, ja. jij al langer weet, ik heb wel een bondje voor Atletico. En supporter, dat mag ik niet zeggen, want dat is niet. Ja. Dat is niet daarvoor moeten. Uh, Dan moet je echt supporter zijn natuurlijk, maar ik heb, altijd, ik heb al een zwak voor Atletico. Ja. En daarom heb ik jou vandaag gekoppeld aan iemand ja, die je ook. nog nooit van je leven gezien hebt, Gert. Nee, dat niet. Nee, nee. Philip Standaard. Dag Philip, blij dat je erbij bent. Ga jij jezelf voorstellen aan de mensen thuis waarom je hier zit? Ik ben de voorzitter van de Belgische Atletico Madrid fanclub. Die al in 1999 is opgericht. Dus ik heb een heel groot boontje mm. voor <laughs> de club. Jij bent voor mij supporter, ja. <laughs> Absoluut. En wij zullen morgen er ook zijn. Maar in het bezoekersvak. Ja, ja en je gaat daar niet alleen zitten, hè? Nee, van onze fanclubs zijn er al 35 die meegaan. Uit alle Belgische fanclubs. Er zijn er drie in België. Is dat dan nog een heel hoger aantal? Ik eh, vernam ook uit de club dat er 200 via fanclubs komen, enkele honderden socios. Dus ja. 450 uh, bezoekende fans. Ja, en dus een zeventigtal uh, Belgen, zoals je, ja, zoals je zei. Inderdaad. Uh, het is de moment om reclame te maken, Filip? Wat is de naam van jullie fanclub? De Belgian Atletico Madrid fanclub. En uh, eigenlijk heel organisch gegroeid, zoals dat eigenlijk allemaal een beetje is, in, uh, in voetbalfan worden. Hè? Van, door zelf naar een match te gaan ja. en er zelf mee te maken. En uh, een, uh, niet alleen in dat spelletje, maar dan, dan een bepaald gevoel dat er is op de tribune onder de mensen. En hebben dat eigenlijk meegebracht uh, naar België. En, uh, en dus ter, uh, kan, kan ze de honderden niet tellen die intussen al. Uh, dat, dat virus Het is een besmettelijke virus. Ja. Maar uh, voordat je echt supporter bent geworden van Atletico, waren in verschillende stadions geweest, Hadden al andere clubs geweest, en waar je niet dat gevoel had, en dat je op Atletico kwam en dat je dacht van: dit is het, hier voel ik iets, wat ik op een ander niet voel. Of? Ik heb het de eerste keer gevoeld, Gert, mm -hmm. toen ik op uh, Sporting Lokeren was mm -hmm. en zes jaar oud was, en uh, dat ik uh, Arnor Gudjonsson zag debuteren. Mm. Dat was mijn eerste gevoel van, mm. van een, een, een gevoel als klein manneke, eigenlijk met de kleinsnoof veld verbonden en gedroomd ervan dat je zelf bent. Mm. Dus, dus mijn leukeren eigenlijk alles gewoon in Gent. Met Gent heb ik ook iets. Mm. En ik heb vele matchen gezien in België als ik jong was. Maar als ik afstudeerde, heb ik een jaar vrijwilligerswerk gedaan in Spanje, ging ik in Spanje in Madrid wonen. En het is zo dat ik uh, dacht van ik ga daar Real meemaken. Mm. De geschiedenis, de club, iedereen kan het, ik het ook voelen en je wil naar dingen gaan kijken. Maar het zijn de jongeren uit de moeilijke wijk waar ik mee werk die zeggen: nee, nee. we gaan iets leren. Je moet naar het Leden komen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Voilà. Snap ik. Naar Vallecas of naar Calderon. Daar is, het. en ze leggen nu dat uit. Ja, ja. En, gaat mee en, mee. en ik ga met een vriend mee en we waren meteen verkocht. Ja. Nee, nee. Nee, bij mij is het eigenlijk ook wel een beetje, zonder dat ik echt nog een keer, dat is niet echt uh, hetzelfde gevoel als, als supporter zijn natuurlijk. Maar ik heb dat gevoel ook altijd gehad als ik in, in, uh, op Real kwam in Bernabeu of uh, in Calderón toen, uh, als het begonnen is. Uh, ja, dat is een ander gevoel gewoon. En ligt dat aan het stadion uh, voor een stukje, maar niet helemaal denk ik. Het ligt gewoon aan het soort mensen. Wat is de gemiddelde supporter van Atletico en wat is de gemiddelde supporter van Real? Ze zijn toch een ander soort mensen. Zeker. En ja, dat, is, dat maakt dat het veel heftiger is, dat de beleving uh, groter is, dat het echter is, dat het gevoel ja, echter is en dat het gevoel binnenkomt gewoon. Dat, voilà. dat, Ga dieper van uh, ja. in goede en in slechte dagen. Toen Vind ik daar aankwam ja. was Spanje ook nog een jonge democratie. Er werd nog veel over Franco gesproken. Het was 25 jaar democratie mm -hmm. en het was ook nog heel veel van dat zijn de, de franquistas als het mm -hmm. over jou gaat. Geld wordt en omgekeerd slingerde die van er ook terug, natuurlijk. Ja. Maar het was inderdaad een, ook een klasse verhaal. Ja. Ja. Ja, voilà, ja. ga, ga eens terug in de tijd, zowel Gert als Filip. Wanneer was jullie eerste bezoek aan Calderon uiteindelijk? Ik zal bij jou beginnen, Filip. Bij mij, dus uh, uh, september 97, thuiswedstrijd Atletico Celta de Vigo. Je weet nog tegen wie. Ja. Uh, snel 0-1 achter, 0-2 <laughs> achter. En gemerkt van, de, maar ze, ze gaan er nog heviger voor. Mm. En er was geen verschil. Juninho op middenveld, Vieri van voor, Antic in, uh, in de dugout. Mm. En, en het ging gelukkig snel. Na het net 2-2, gaan toch uh, nog bijna verliezen op het einde een 3-3. Maar, maar het was, uh, ja, ik, ik had dat nog niet meegemaakt, mm. op, op de wijze dat ze er bleven achter staan. Mm -hmm. En je was meteen verkocht? Ja. En Gert, wanneer was dat bij jou? Ja, dat moet. Uh, als ik gestopt ben, ik ben gestopt zelf met, met voetbal in 2006. En dan, en dan direct commentaar beginnen geven. En toen had Proximus de, de rechten op la Liga. Dus dan deden wij ook de topwedstrijden in, uh, in de Spaanse competitie in La Liga. Uh, goed, En daar zat altijd ook uh, Atletico Real bij, Atletico Barcelona. Uh, goed, en ik heb daar, ja, je moet daar ook wat geluk mee hebben natuurlijk, hè, de momenten dat je daar zit. Maar ik heb, ik heb ze daar weten winnen van Barcelona, weten winnen van Real, ja. uh, dat het dak eraf ging. Uh, ja. En dat is onvergetelijk. Uh, spelers die terug buiten komen na afluiten, die in een hele ronde lopen. Uh, niemand die naar huis gaat. Een stadion dat, dat nog drie kwartier na de match nog altijd vol zit en nog altijd aan het zingen is. Dat is, ja. uh, dat is een uitzonderlijke, uh, uitzonderlijke atmosfeer. Als je spreekt van dat jaar dat je ja. commentaar gaf, dat was zo'n beetje onze tweede jaar van een slecht gevoel. Het eerste dat wij meemaakten mm. was natuurlijk naar tweede klasse zakken. El mm. Infierno, ja. Waar ze twee seizoenen zaten. Heel rare degradatie. Sevilla, Betis, Atletico zakken tegelijk. Mm -hmm. In dat eerste jaar, in tweede klasse, halen mm. zij zelfs de topscorer uit de eerste klasse. Naar nou daar uit Alaves. Mm -hmm. En je hebt dan drie, drie ploegen die allemaal meer dan 40.000 abonnees hebben. Allemaal En Sevilla gaan terug. Ja. Atletico eindigt vierde. Ja. Tweede jaar in El Infierno. Ja. Dus dat was donkere dagen. En dat was het... Mm -hmm. maakt het ook bijzonder dat wij uit België dat bleven volgen. En het jaar ja. dat jij commentaar begon te geven, Gintz, mm -hmm. was het jaar dat uh, Fernando Torres al een paar jaar onze nieuwe hoop was. Mm -hmm. Dat vreemde krenking te groot was bij het 0-6-verlies tegen Barcelona. We hebben dat meegemaakt. Mm -hmm. Grootste thuisverlies ooit. Nee, okay. Twee goals Messi, Ronaldinho en mm. anderen. Mm -hmm. Daar heeft hij een beslissing genomen van. They are tempting in England. I'm going to England. Mm. En hij ging naar Rafa ja. Benitez. Mm -hmm. Dus dat, was, dat waren pijnlijke jaren. Ja, ja, dat is... Maar intussen is het wel, Filip, uh, weer hoogconjunctuur. Hè? En dat al een hele tijd. Absoluut. En dan zit het met iets dat, uh, dat uh, aan de ene kant mijn figuur van uh, Cholo, mm. Simeone. Onlosmakelijk is verbonden. Ja. En aan de andere kant dat het, het bestuur van uh, Gilmarin, de zoon van de bekende Jesus Gil, een totaal andere orde is dan vroeger. Ja. En die combinatie is uh, ja. ongelooflijk. Gert, die, die heb jij wel nog ooit gezien. Hè? Je vertelde ons vlak voor we begonnen met de opname uh, over een fijne oefenmatch tegen Atletico. We nooit, uh, een oefenwedstrijd gespeeld uh, met Club Brugge nog en, uh, in, in Marbella toen, uh, waar, waar hij burgemeester was. Ja. En, uh, uh, maar dat is helemaal uit de hand gelopen. Die matchen zijn geëindigd met acht man. Ik heb daar ook rood gekregen. Wat heb je gedaan? Was Lovie ook nog, als ik me goed herinner, was uh, was een van de drie. Ja, ik weet niet wat. Dat was dat was schoppen van de eerste minuut tot de laatste minuut. En hoe was dat? In een oh, dat oefenmatch. In een oefenmatch. En was er begonnen? Uh, uh, ja. <laughs> ja. Ik zou, ik zou nu zeggen, als ja, zij waarschijnlijk, ja. maar ik zal er ook wel mee te maken. Maar Wat heeft je niet ervan weerhouden om toch dat gevoel. Maar dat was wel uh, vaker, pas op, we hebben in Spanje, als je daar oefenwedstrijden spelen, ook tegen derde klassers en zo, dat was, altijd, was eigenlijk altijd een bras. Ja, wat ja. ja. heeft je er niet van weerhouden om toch uh, het positieve gevoel aan de club nee, over nee, te nee, houden? Nee, nee, absoluut niet. Filip, uh, kijk jij naar alle matchen? Ik, ik zie bijna alle wedstrijden. Als ik ze dan niet zie, uh, zal ik ze beluisteren, bijvoorbeeld via uh, Marca Radio. Ja. Dan zitten daar drie commentatoren, elkaar uh, heel de hele tijd uh, dat stopt in, in geen moment, speedy uh, ja. te overklassen. Ja, geweldig, alleen al. Um, en je bent... van de band, maal drie. Ja, <laughs> snap ik. Je bent ook socio toch? Hè? Ja, dat ja. klopt. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe, uh, wat moet je daarvoor doen? Um, wat is evident om het te worden, als je diep voelt natuurlijk. En je, hebt, uh, uh, je kan socio zijn door een jaarlijks lidgeld te betalen van... Uh, 60 euro omgerekend. Om en dan ja. krijg je zelfs een voucher enzovoorts. En natuurlijk ben je ook automatisch als je abonnee bent. Ja, maar dat dus... ben je niet, hè? abonnee? Nee, in onze ja. fanclub hebben we zelfs twee gentenaars die uh, abonnee zijn, die naar wedstrijden gaan. In, uh, die om de twee weekend. weken ja. het vliegtuig opspringen ja. om te gaan kijken. Absoluut. Ja. Um, ik vermoed, Filip, als je alle wedstrijden uh, bekijkt uh, of er naar luistert, dat je ook wel uh, dit fragment zult herkennen: Korea. Hermoso zeker Hermoso, afgeweken bal. En de man die nog nauwelijks heeft gespeeld, die scoort hier zowaar ja, het winnende doelpunt. Alhoewel, er zijn nog negen minuten te spelen. We zitten in de zesde minuut van de naspeeltijd, van de negen. Matteo Zuribe, oh, hij zit erbij, maar die gal, bal gaat toch binnen. En dan 1-1 en een punt. Toch dat punt meegenomen uit Metropolitano. Komt er nog een winning goal. Weetsel, Griezmann, ja, toch wel zeker. Toch wel Griezmann zeker. Oh, dat hou je toch allemaal niet voor mogelijk. Alles is hier gespeeld in die laatste minuten in die naspeeltijd. Ja, dat waren Filip. Belangrijke minuten nog. Hè? De 111e ja. minuut. Ja. Atletico Absoluut. tegen Porto uiteindelijk nog gewonnen. Absoluut. En, en ik wil het bij een Griekse tragedie zelfs vergelijken. Dat was ja? een en ander <laughs> catharsis. Ja, vertel. Je ja. moet weten, uh, een week ervoor was er. Uh, speeldag 1 was dit he, voor de mensen die niet. Uh, speeldag mee 1 zijn. van de Champions League. Ja. Een week ervoor tijdens de competitie is er een opstootje uh, na de wedstrijd direct aan, 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 aan het uh, uh, ja, stevige vak, het Spionkop, met Mario Hermoso. Die een verleden heeft bij Real Madrid. En wordt eruit gescholden, wil eigenlijk zijn collega verdedigen. het wordt alleen maar erger. Ze moeten ertussen komen. En dan voel je dat, dat, dat foute kantje wel van uh, wat, wat er te diep zit. Die haatliefde in de stad. Ja. We hebben enkele spelers met zo'n verleden bij Real. Maar het werd heel hard op hem gefocust. Het was, was niet fraai. En dat hij dan... Zat jij in het stadion toen? Of nee, heb je... ja, nee okay. maar, ik, maar ik zag het dan. Ja. Het was echt. Uh, ja, ik bedoel, uh, gaat voor iets anders naar het voetbal. Tuurlijk. Maar. Dan krijgen we die wedstrijd die vast zit op het einde. Cholismo, zo ook altijd hopen op dat de, dat die 1-0 en dan de boel dicht houden. Dat loopt daar mis. Maar het is Hermoso die eerst met mijn lucky goal de 1-0 maakt maar dan meteen daarna een fout maakt in, de, in zijn baklijn, waardoor het penalty 1-1 is. En dan dat we toch nog overgaan met 2-1, dat was een en al catharsis. En dat is, ja, dat blijft doorgaan, op die manier laat nog winnen, dat is het Atletico uh, DNA? Ik vrees dat dat doorgaan tot het einde nodig is uh, om dat te spelen. De spelstijl van Cholo van daar wat ook op, op berekend is. Maar het is wel een en al DNA, maar tot het laatste achter te staan. absoluut ja, dat ook, en Gert. De vraag Tjolo... is natuurlijk met Simeone: Dat is al ja, sinds 2011 dat hij, dat hij trainer is. Dat is al zo lang. Je kunt u eigenlijk uh, geen andere atletico meer voorstellen. Maar er gaat wel een dag komen, natuurlijk, dat hij eindigt. En dan vraag ik me eigenlijk wel af: van wie, wie gaat er in staat zijn om dat. Te doen en blijft dan nog Atletico op dezelfde manier voetballen, blijft het nog wel Atletico, mm -hmm. omdat de DNA is zo verspolten met elkaar, van de persoonlijkheid van Simeone en de ploeg, en de spelers en de mensen rondom, natuurlijk. Want er is geen enkele club, denk ik, waar de synergie tussen trainer, uh, spelers en supporters zo groot is als daar. Ik denk dat elke trainer daar jaloers op is. Soort orkestmeester dat hij kan spelen, vooral in zijn eigen stadion, mm -hmm. uiteraard. Dat ja, op een dag dat hij eindigt: van ja, waar gaat dat naartoe gaan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Uh, ik zou niet graag in de schoenen staan van degene die na, na hem komt. Ja, we hadden Ferguson bij Man United, maar de band met, met, tussen Simeone en Atletico is misschien nog wel sterker dan, dan dat bijvoorbeeld, om het ergens mee te vergelijken. Ik denk dat wel. Ja. Ik denk het ook, ik denk het ook. Het zit, het zit hem in zoveel lagen. Zijn, zijn verleden als speler, hij spreekt ook al zijn belangrijkste periode bij Atletico en een stuk bij Inter. Hij speelde ook bij Sevilla en andere ploegen. Maar de wijze waarop hij, hij teruggekeerd is, op het moment dat het al, al slecht ging en, en zich zo engageert voor dat project, dat zit op die andere lagen ook van, van Spanje in slecht jaar, crisis thuis. We hebben het hier over voetbal, over thuiskijkers. De laatste jaren ook weer, is, zijn de abonnees met 40% gedaald, heb ik gelezen. Ook bij Atletico. De, de betaalde, de, de thuiskijkers. Ja. Dus we zeggen, mensen thuis moeten op de kleintjes letten. De stadions blijven gevuld. Op Atletico staan ze ja. altijd achter. Mm -hmm. Maar je merkt dan dat er iets anders is. Van een, een soort van een geloof van er is iets groter waar we bij horen en waar je, je, zoals zijn idee ook van uh, Partido ja, ja. Match na match, is ook een beetje dat gevoel van moeten dag voor dag bekijken. Als, je, als we verder kijken, zien we dat er eigenlijk niet altijd uh, niet, niet vraag is. Maar als je die korte termijn doelstelling stelt en er samen achter gaat, korraje ja. corazon. Ja. Uh, uh, moed en uh, moed brave hard, heart, ja. moedig. Uh, dat, dat zit, er helemaal, zit ja. er helemaal in. En dat is dan de vraag: he, van de dag dat het afloopt, die komt er. Moet mm -hmm. je dan een, een overgangspauze hebben waarin ik er allemaal kan op uh, alles afreageren, om dan pas de baan te ruimen voor mm -hmm. een, een goede. Een tip die ik je schreef van Filip uh, Joos, die zei: de juiste man erachter is uh, misschien wel uh, Jurgen Klop, ah, ja. Antonio Conte misschien. Dat soort mensen dat dat ook zouden kunnen invullen. Ja, en als ze zijn de loon zouden krijgen, dan zullen er wel kandidaten anders zijn. Dat wil ik zijn, ook wel je? even vermelden, Filip. <laughs> Hij verdient meer dan 30 miljoen euro per uh, seizoen, uh, wordt gezegd. Past dat dan bij de status van, van de club Atletico, bij ja, sociale, de sociale kant? Hoe zie je dat? Ik vind dat niet oké. Okay, Ik vind ja. uh, voetballerslonen en trainerslonen sowieso aberrant. Ja. Hè. Dat is een afwijking die, die uh, buiten proportie is. Dus het loon dat hij krijgt hè, is, is de best betaalde trainer ter wereld. Veruit. Hè. Maar dat heeft dan te maken met, met, met een investering die met uh, Gelegiel-familie is, is ja. gebeurd. Als iets hebben van de, 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 de massa die groeit, de afbouw van de schulden die gebeurd zijn. En nu dat we alles onder controle hebben. Dat is uh, niet, niet, niet representeerbaar op, op andere wijze dan hem, dan hem daarmee te belonen. Hmm. Maar natuurlijk steekt dat, steekt dat de ogen uit. Hè. Vind, jij, vind jij dat uh, ja, terecht, Gert? Want oké, okay, het is wel, Simeone is Atletico. En dan is ja, dat daarom wel, ik snap ik misschien... wel waarom dat ze ja. die moeite doen voor hem, om hem absoluut aan boord te houden. En ik vraag me eigen af, omdat dat, dat, momenten dat het ook wel, wat moeilijker gaat of zo, ja, het publiek keert zich eigenlijk. Nooit tegen hem. Nooit, hè? Nooit, hè? nooit. Dus ja, vraag je eigenlijk af of dat, dat ooit kan, kan gebeuren. Ja. Ik denk het eigenlijk niet. Ja. Ja. Ook al had er altijd wel in slaagt om, om de ploeg te rehabiliteren en dan toch weer, uh, weer uh, orde op zaken te krijgen. Um, maar ja, goed, die lonen, ja, er zijn voorbeelden genoeg natuurlijk, maar dat, zij ontsnappen daar ook niet aan. Hè. Het is niet dat zij. Uh, maar zonder zouden zouden hem niet kunnen houden, denk ja. ik. Omdat, uh, uh -huh. Hij heeft als schaal voor opvolging. Um, heeft hij zelf ook al gesproken over Thiago Motta, dat hij die heel sterk vindt? Gabi wordt soms genoemd. Fernando Torres leidt eigenlijk de U-19 en doet dat heel goed. Dus er wordt gekeken naar andere interne figuren, om het zo te zeggen, en ze te laten doorgroeien, zoals dat bij Real Madrid trouwens zit te wachten ook op zijn. Je moet daar wel mee bezig zijn, want het gaat niet nog eens tien jaar duren. Dat kan niet. Ja, ik weet het niet. Ja, hij wordt, er wordt ja. hard aan hem getrokken uh, ook door uh, de, de Argentijnse nationale ploeg al jaren. Ja. En daar heeft hij soms al een keer... Uh uh, half schertsend, denk ik wel. Mm -hmm. Dat zei van we moeten, we moeten nu, nu hebben. We, moeten, mm -hmm. we hebben nu Messi die, gaat, die blijft niet meegaan. Die moet nog wereldkampioen mm -hmm. worden. Dan zei hij van we, gaan, we kunnen ook wereldkampioen worden zonder Messi. We hebben tijd. Hè? Mm -hmm. Op dat vlak gelooft hij zo sterk in het systeem dat het niet afhangt van die ene allerbeste die wij nu. Ik denk maken. dat hij sowieso nog wel heel lang gaat doorgaan. Hè. Het is niet de man die, die gaat rentenieren ook al heeft hij uh, mm -hmm. geld in overvloed. Dat denk ik niet. En dat hij gewoon een nationale ploeg speelt. Ik denk niet dat hij een figuur of de persoonlijkheid nee. heeft om maar uh, zes keer of tien keer op een jaar langs de lijn te staan. Ja, uh, die dan, heeft dan, ook dan gaat omdat, helemaal ontploffen alle drie dat dagen erop staan. Ja. Ja. Klopt. Hij uh. heeft, ook, heeft ook al gedacht aan, aan uh, er is al getrokken aan, aan hem uh, uit Engeland natuurlijk, uit uh, Parijs ook, maar hij gaat dat niet doen zolang dat hij uh, die taal niet machtig. is. Je gaat het mm. gewoon niet doen. Ja. Dat, is ons, dat is ons voordeel, waarom dat hij nog niet weggelokt is <laughs> ja. naar de Premier League. Man, we gaan het ook even over het sportieve hebben, natuurlijk. Gert, de uh, club heeft 6 op 6 in de pool. Ja. Speelt tegen Atletico ja. met 6 punten. Mm -hmm. Hoe verrast ben je en waar zat jij toen je die uitslag zag binnenlopen vanuit Porto op de vorige week? Uh, ik zat in, uh, in München. Uh, wij deden Bayern-München, uh, Barcelona. Uh, waar we geen spijt van hadden achteraf. Ja. Veel mensen denken van, oh, je zat niet op, uh, in Porto, verkeerde match gekozen. Oh, nee, dat was ook uh, Bayern en Barcelona verkeerd, was ook ja. een aardige wedstrijd. Maar wat dacht je toen je dat zag? Uh, ja, ze zijn wel verrast natuurlijk, omdat, omdat, dat, is, is, dat is niet uh, iets wat je verwacht. Ten eerste en al niet dat je gaat winnen, omdat uh, sowieso uh, overwinningen pakken in de Champions League voor een Belgische club is al. Uh, niet zo gemakkelijk. Laat staan op verplaatsing. Laat staan in Porto. Dus dat is, uh, dat is fantastisch goed gedaan. En nu sta je daar met zes op zes. En, dat, en dan is de vraag van ja, als er ooit een moment komt dat je denkt van ja, en nu moeten we, of nu maken we kans op, om te overwinteren in de Champions League. Ja, dan is dat nu wel het moment. Maar er komt wel twee keer Atletico aan natuurlijk. En ik zeg niet dat ze daar niks tegen kunnen halen. Maar dat zou wel heel sterk zijn, dat je daar ook nog, uh, ook nog iets kunt tegenhalen. Ja. En eigenlijk moet de, ja, als je één van de twee matchen kunt winnen, thuis. En dan denk je toch vooral, en eerst, aan je ja. aan, uh, aan thuiswedstrijd, natuurlijk. Dat zou wel straf zijn. Uh, langs de andere kant, ja, ze hebben nog nooit, ik heb eens gekeken, ze hebben nog nooit meer acht punten is het meeste dat, uh, dat Club Brugge ooit gehaald heeft. En dus een van die nu al één van die één keer, daar was ik zelf nog bij, dus... Uh, ja. Ook acht punten toen, uh, als we in Milaan wonen, dat was ook zo, en met acht punten, ja... Dat is, dat is zo op het randje. Hè. Juist wel, juist niet erbij. Um, dus uh, dat, is, dat is twee keer net niet geweest. Ja. De maar de start was perfect. Uh, Atletico mm -hmm. komt nu over de vloer. Je hebt uh, afgelopen weekend commentaar gegeven op Sevilla Atletico. Mm -hmm. Wat kan je daarover zeggen over die match? Die uh, het was op? echt op zijn Atletico's. Nog een keer. Het was echt uh, met, met heel weinig er heel veel uithalen. Uh, maar ze waren wel goed. Allee, ik vond ze, vond ze een stuk beter als tegen... Uh, als tegen Real de, de week voordien, of de wedstrijd voordien, moet ik zeggen. Ja, Interlandbreek. Oh, er zat een Interlandbreek tussen, natuurlijk. Uh, goed, ook wel zes andere namen. Het had veel uh, omgegooid. Speelde niet meer met drie centrale verdedigers. Uh, wel belangrijk was Jiménez en Savic terug. Hè. Als je echt de nul wilt houden en echt wilt sterk verdedigen zoals ze dat goed kunnen, dan heb je, heb je die twee toch nodig, in mijn ogen. Mm -hmm. Dus ja, uh, en ik vond Cunha ook wel goed spelen misschien eerder verrassend dan aftel, maar die deed dat wel heel goed. Dus, uh, uh, en dan ja, Morata uiteraard. Hè. Als er een gewoon moet gemaakt worden, uh, hij was goed. Ben je fan van uh, Morata, Filip? Want ja, uh, dat is ook een, oh. een figuur uh, gecontesteerd bij momenten. Hè? Absoluut. Ik ben fan, uh, zowel uh, van van zijn spelstijl als ook de wijze waarop hij toch. Uh, ik heb respect voor hoe hij omgaat met de situatie, met de, waarin, de druk die op uh, hem rust. Uh, he? Zich verkeert. Het is een verstandshuwelijk tussen hem en Simeone. Hè. Dat, is, dat is heel duidelijk. Hè. Uh, we moeten terugkeren naar de kwartfinale Champions League in, in dat coronajaar. Dat we in juni dat daar uh, allemaal spelen. En dat wij tegen uh, Salzburg uitkomen. En, um, en dat hij uh, op de bank moet blijven zitten voor Diego Costa. En heel, het is daar heel, heel veel gebeurd uh, in de kleedkamer dat niet oké okay was. En eigenlijk is, is er daar, is er daar eigenlijk over een scheiding gesproken toen al. Hè. Dat was vanuit... Uh, trainerstaf en van, voor hem duidelijk, uh, zijn uh, prachtige derne, hè, de Italiaanse uh, Alice, die, uh, die had iets van dat keer we terug naar Italië met ons jong gezin, Juventus, ja. uh, daar had hij al uh, een mooi weer gemaakt. Mm -hmm. En zij, zij zag daar een, een toekomst. Daar, daar heeft het letterlijk over gaan, van moet je op een plek zijn waar je je goed voelt. Um, en nu dat hij moest terugkeren, en dat was niet mijn grote liefde dat hij teruggehaald is deze zomer. Er zijn mm. andere plannetjes geweest. Arteta hem ook uh, hard in Arsenal. Mm. Um, maar dat wou hij dan bijvoorbeeld niet om voor zijn gezin en zijn. Eh, ja, een beetje stabiliteit. Of, te of te Madrid, hebben. Of, of Italië. Maar dus hij heeft de knop omgedraaid. Hij scoorde heel veel in de oefenwedstrijden. Mm. En dan kreeg hij, heeft hij dat vertrouwen verdiend: van we hebben, uh, we hebben hier uh, een, een, iets samen te doen. Ja. En, het, en het WK is er snel. Mm -hmm. Atletico-Manna heeft voorlopig 3 op 6 na twee wedstrijden. We hoorden die, die laten zegen daarnet met het commentaar van Jeroen van Houten. Maar op de tweede speeldag heeft Atletico verloren natuurlijk, en dat in Leverkusen. Hermoso en Frimpong. Frimpong wint dat duel. Daar de goal. Daar is dan toch de goal. En het is Andrich die scoort. Daar is de razendsnelle Frimpong weer. Daar is Frimpong, daar is Diaby. En Diaby maakt het helemaal af. Zo staat het, 2-0 op twee minuten tijd. Twee goals in de laatste 10 minuten. Filip, was je daar met de auto is het niet ver. Jammer genoeg was ik er niet ja. bij. Al een delegatie van ons. Ik moest ja, aan een project werken. De ju. Ja, je um, hebt ook nog een job. Hè? Dat vergeten ja, we misschien, want er ja. gaat veel tijd naar dat uh, voorzitterschap. Hè? Ja, en uit de een hobby. Uh, da zijn er dagelijks mee bezig eigenlijk. Maar, Elke maar dag. Blij, ja, blij met een bestuur rond mij. Ja. Dat we dat samen doen. absoluut. Ja, want ja. je doet het wat, wat is het? Meer dan 20 jaar? Hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat is uh, ja. een mooi engagement, zou ik durven zeggen. Hoe schat je de kansen in van Atletico op uh, bezoek bij Club Brugge en in de poelenfase om door te gaan? Wel, er wordt van uitgegaan dat, dat uh, met status als ze hebben, dat, dat, dat doorgaan is. De, er leeft iets in de kern ook, dat, dat er dit seizoen, of dat nu Champions League kampioenschap of de Copa del Rey is, we gaan voor, uh, voor iets groots, sowieso. Dus op dat vlak uh, zonder twijfel. Maar, voorbeeld dat je net aangaf, op Leverkusen uh, zag ik daar toch wel een stuk de onderschatting die leeft Leverkusen deed het al, al wat minder in de competitie um, ja, en aan wel. de andere kant, dat probleem van uh, die drie van achter ook al doet uh, wit daar schitterend dat heeft al vaak ook uh, verkeerd gelopen, in, in dat systeem dat je hoopt om met die 1-0 e uit te komen Gert gaf het al aan, op Sevilla eindelijk nog een keer met Savic-Gimenez centraal, mm -hmm. en op een andere manier spelen ik ben blij dat dat mm -hmm. ook Eindelijk terug is. En met Tutsel, Gert, op het middenveld? Hè? Ja, het middenveld. Ik denk dat hij daar zelf ook blij om is. Ja? En, uh, natuurlijk kan hij dat kan, uh, in de uh, drie van achter. Dat kan hij wel natuurlijk. Maar als je hart nog altijd op het middenveld ligt en je wilt nog altijd uh, meer betrokken zijn in dat spel en meer uh, kunnen bijdragen aan het aanvallende spel van uw ploeg, dan, uh, dan snap ik wel dat je liever uh, nog in het middenveld speelt. En hij is uh, per definitie nog altijd een heel goede middenvelder. Dus, uh, Wat verwacht je van, van de match op zich? Want club uh, tegen KV Mechelen vlot gewonnen. Een goede pressing ook. Uh, vertrouwen, misschien ja, zonder schoffels. Maar dat, weet je, uh, dat weet je met Atletico, en met Simeone nooit. Hè. Dat wordt al, uh, ik heb het al duizend keren gezegd, maar dat wordt altijd heel gemakkelijk gezegd: want het is alleen maar verdedigen en counteren. Maar zij openen vaak In dat soort matchen durven zij ook wel eens openen met een kwartier, 20 minuten. Echt hoge druk. En echt proberen om, om vroeg te scoren en, en vol gas te openen. Dat gebeurt wel eens. Uh, dus ja. Dat kunnen moeilijk van tevoren op zeggen het gaat zo zijn. Het enige wat ik wel zie, als het terug het Atletico is en zoals ze nu stonden van het weekend. Uh, als je achterkomt, heb je een serieus probleem natuurlijk. Dan hangt het af van het scenario van de, van de wedstrijd, waar het dan naartoe uh, kan gaan. Um, maar ze zijn nog wel dit seizoen een beetje wisselvallig gebleven. Dat is ook zeker zo. Van, die, uh, van het weekend was het, uh, was het goed, maar het is al van de ook al wel een paar keer geweest, uh dat -huh. ik denk van ja nee, dat is niet ja. echt uh, niet echt atletico natuurlijk. Uh -huh. uh, we hebben het over Wiet zelf gehad, Filip. Uh, het, het fijne is, als fan, de voorbije jaren zijn er wel wat Belgen gepasseerd, hè? Met, met Carrasco bijvoorbeeld ook. Uh, heb je een voorkeur voor een van die landgenoten? Courtois is er ook geweest. Wel, Ik, ik, ik ben uh, heel blij. Dat, uh, uh, Witzel is een beetje de nestor van het team. Hij he, is 33, is de oudste speler naast Philippe uh, achteraan. Uh, dat hij er eindelijk is, hij sprak al lang van die club. Dus, dus, dat is een echt, een echt huwelijk. Hij al. um, heeft alles gespeeld. Hij um, was speler van uh, de maand augustus mm -hmm. enzovoort. Dus ik vind het ongelooflijk dat hij. Uh, Hopelijk nog een lang hoofdstuk. Hij heeft maar een contract van één jaar. Ja, hier, hier kan achterbreien. En Carrasco vind ik ook geweldig. Hè? Hoe dat hij ooit in Atletico kwam, nog jong uit Monaco. Jong en onbezonnen, hoorde ik ook vaak. Mm -hmm. Ja, niet matuur. Gezegd hoorde ik vaak jouw periode als voorzitter van die Belgische fanclub. Dat gaat lang terug. Dat heeft je ook heel wat contacten opgeleverd hè, binnen de club in de werking uh, ja. van Atletico ja, we hebben, we hebben veel contact en ik heb zelf een aantal uh, ja, vrienden daar ook in de club die ze wel uh, aan uh, de ene kant of de andere kant, is sportief en niet sportief werken en dan, ja, dan hoor ik wel af en toe iets uh, dat dan toch niet bedoeld is, omdat ik toch niet voor uh, <laughs> ja. radio of tv werk ja. en, mm -hmm. maar dat was toen uh, heel duidelijk hè, van uh, Yannick, uh, speelde met zijn kop, hè, in de toenmalig Trio kapiteins kregen hem niet mee in de lijn. Hè. Dat ging dan mm. over uh, Gabi, Koké en zo. Ze kregen hem niet mee. Mm. En, en, en hij was op, op, dat, dat werd lastiger. En hij werd letterlijk op straf gestuurd naar onze toenmalige uh, aandeelhouder in China. Hè, ja, het was een dat gedwongen was verkoop toen. Mm. Uh, dus dat was, dat was een pijnlijke afloop uh, op, op uh, strafkamp. Maar zijn terugkeer... Goed betaald, is, uh, Strafkamp. Uh, wel, dat wel. Ja, maar er is, is wel één. Uh, er is een man teruggekomen. Dat ja. is ook al vaker herhaald. Uh, hij is, is, is veel beslissender uh, in assists en goals. Uh, van de actieve spelers nu is hij na Griezmann ook de... En uh, Koke en Saul is hij uh, de meest scorende. Hij uh, is, is, uh, is heel belangrijk voor de ploeg. Koke, de naam is gevallen, Gert. Middenvelder, naar je hart ook. De manier ja, waarop hij speelt, altijd, hij is de recordhouder top. geworden. Ja. aantal matchen: 554. Ik vind dat ook. Dat is nog altijd, nog altijd top. En, uh, zonder altijd super opvallend te zijn. Dat is ook, uh, dat is ook niet waar. Maar altijd op de, op de eerste rij ook. Als er, als er moet geknokt worden, als er moet goed gevoetbald worden. Nog altijd het beste. Ik denk dat hij in de nationale ploeg misschien stilletjes aan wat concurrentie gaat krijgen. Mm -hmm. Van die jonge gasten van Barcelona, P3, Gavi. Ja, maar bij um, Atletico is dat voor mij nog altijd incontournable. Ja, en het verlengstuk van de coach, denk ik ook. Absoluut. Dat is, dat is het punt. Hij speelt op verschillende, op verschillende momenten van de match in andere posities, andere, andere rollen. En, en hij is absoluut het verlengstuk van. Mm -hmm. Van uh, Simeone. En een heel bijzonder verhaal: dat is een jongen uit Vallecas, altijd bij ons gespeeld, op zijn zeventiende ja, gedebuteerd. De ja, ja. ja. En haalt nu Adelardo in als, als recordhouder uh, uh, caps in, in, in de eerste ploeg. Uh, maar de wijze waarop dat hij dat doet en zijn rol vervult, mm -hmm. hè, ook in de schaduw gaan staan als, als het nodig is, mm -hmm. het is op dat vlak niet een kapitein, nee, nee. waar dat, die moet shinen. En, mm -hmm. en dat is ook de rol die hij bij Louis Enrique vervult, ja, hè, van sorry. het vuile werk. En op zijn, op zijn kap zitten ze van laat maar die jongen, laat die jongen mm -hmm. het maar doen. Maar toch wil uh, Louis Enrique en de, 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 de selectieheren ervoor, hem toch vaak bij. Ja. Ben je het ermee eens met de, de analyse van ja, over Carrasco ook? Uh, ja, helemaal. Ik vind, uh, het, uh, Atletico heeft, uh, uit Carrasco, haalt uit Carrasco de beste Carrasco gewoon. En dat uh, gaat, gaat meer omdat hij anders, anders zou hij meer geëvolueerd zijn naar het soort salonvoetballer, zal ik het maar noemen, die alleen maar leefde van zijn actietjes en voor de rest niks. Maar Atletico heeft van hem ook uh, een werker gemaakt en, uh, en een teamspeler. En alles in functie van het team. Zonder. Zijn kwaliteiten te, te moeten verloochenen, of hij, hij kan zijn acties maken. Maar er zit gewoon heel veel loopwerk in, ook bij hem. Uh, en dat moet ook wel, anders blijf je daar niet overeind. En er zijn nog figuren waar dat, uh, Simeone daarin geslaagd is om dat mee te doen. Ik vind dat, dat zijn van die atypische Atletico-spelers, zou je kunnen zeggen, op de eerste zicht, maar die daar beter zijn van geworden. Noem eens, dan, dan wat namen. Man is voor ja. mij ook dat type speler. Lemar is dat type speler. Voor mij uh, Felix nu. En. Ik zit nog altijd in het proces, denk ik. charles mm -hmm. Felix. Dat moet ja? nog altijd. Ene keer wel, en dan andere keer niet. Ik heb nog altijd zoiets van: ja. Klopt. De, de lange periode waarin het goed blijft, uh, ja. mis ik nog een beetje met hem. Filip, ja. daar heb je ook wel, wel een, dezelfde, een mening over. Dat ja? is type speler die daar ja, beter van zou kunnen worden. Of ja, een ander soort speler kan worden. Is, is uh, vorig seizoen en nu opnieuw is de speler. In La Liga, waar het hoogste aantal fouten op wordt gemaakt. Dus hij wordt de hele tijd ja. geviseerd van die creatieven in dat team mm. van werkers. Mm. Maar toch. Heeft hij media klik gemaakt in die cultuur die daar is? Nee, ik dacht ook: van hij gaat dat nee, niet ja, ja, ja. uithouden. Nee. Hij wordt jaar na jaar door Pep Guardiola ook uh, ja, ja. een verlovingsverzoek verstuurd. En, en de schrik zat erin deze zomer bij de club ja. dat, hij, dat, hij dat hij zou weg willen. Ze dachten: Bernardo Silva gaat naar Barcelona, wij nemen Joao Felix. Ja. Dus het, 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 het kwam dichterbij. Ja. Maar hij koos voor het project. Ja. Hij kiest er zelf ja. om: ja. van ik wil het hier nog maken. Filip, ja, ja. het is misschien heiligschennis, maar ik wil het heel. Kort nog even hebben over de Aardsrivaal van ja, Atletico, zeker. Real Madrid. Thibaut Courtois. Ja. Dat uh, momentje in de derby, wat vond je ervan? Toen hij wees naar zijn tatoeage, die Champions League-overwinning. Uh, ik kreeg veel uh, kritiek naar zijn oren, natuurlijk ook, daar van de fans. Wel, ik, ik het zijn twee dingen. Hè. Aan de ene kant vind ik Thibaut Courtois, een ongelooflijk sterke persoon. Hè, die uh, dat wijst op en naast het veld. Aan de andere kant vind ik. Vond ik het kinderachtig, maar er gaat een voorgeschiedenis aan. aan. Uh, eind vorig seizoen maken ze een fantastisch seizoen af. Winnen ze niet alleen de competitie, maar ook de Champions League. En eer wie er toekomt, Courtois heeft daar een groot verschil in gemaakt. Maar dan liet hij niet naam om, om uh, in, de, in de vieringen in de stad zo steekjes te geven. En uh, waarmee dat hij eigenlijk niet alleen over, over, uh, over die overwinning en voor zijn eigen achterban sprak, maar tegen Atletico. Een kleine opmerking. Je werd ja. daardoor gecorrigeerd, even zelfs door, door de, de burgemeester enzovoorts. Maar het kwaad was geschiet en dat begreep ik niet. Waarom dat op dat moment nodig was, ik had met hem contact toen hij vroeger ja. bij ons speelde. Mm -hmm. hij, hij wordt nu een ratta genoemd, hè? Ja. zijn naambordje rond het stadion. Ja. Beschadigd. eigenlijk is dat jammer, want hij heeft mooie periode Ik begreep beleefd. het niet. Voilà, hij had ja. een goede periode, hij was het daar gelukkig. aanbordje dat toch al van een heel aantal jaar geleden. Ja, oké, okay, maar ja. omdat hij ja. meer dan 100 matjes gespeeld heeft. He. Ja, ja, in, ja in maar passage was... dat ze dat beschadigd hebben. Ja, dat klopt. Maar, bedoel rauze, ja. maar hij was er gelukkig. Mm -hmm. Hij heeft dat ook vaker gezegd. Mm -hmm. Maar sinds dat hij naar zijn grote droomclub kon, mm -hmm. en Iker Casillas opvolgde als nieuw monument, mm -hmm. zo is het toch, is hij dat gelijk vergeten en vergeet hij dan een keer te zeggen en ik, ik vergelijk het een beetje met een politieker die spreekt voor zijn eigen partij. Van, als hij zijn eigen achterban bedient, mm -hmm. is gelijk goed. Ja. En dat hij niet meer voor het algemeen spreekt. En daar mis ik één ding in, omdat ik begon te zeggen dat ik hem een intelligente, sterke persoon vind. En ik weet dat hij bewust kiest voor Spanje. Ik weet dat hij voor zijn dochters en zijn kinderen dat hij daar wil blijven wonen. Dus ik heb hem zelf ook een bericht gestuurd van. Later gaat hij ook tussen een atletico en een reporter wonen. Het was misschien een vaderlijke nee. raad, maar daar heeft hij niet, nooit op geantwoord. Nee, nee ja, maar dat gaat dan veranderen vanaf dat je niet meer voetbalt. En de, de, ik spreek uit ervaring ja, natuurlijk en uh, ik wil de vergelijking niet maken, maar goed, uh, Anderlecht en Club Brugge is ook iets natuurlijk. Je kunt nooit voor de twee goed spreken. En je spreekt altijd ja, in naam van het moment dat je waar dat je bent natuurlijk. Hè. Maar, ja, dat is, altijd, dat is altijd moeilijk. natuurlijk. Het is ook vaak een reactie op wat, uh, wat mensen naar roepen tijdens een wedstrijd. Ik niet veel ja. middelen om u te verdedigen. Zeker. Dus dan maar er maar voor tegen. mij is hij een speler die op andere momenten soms de zaken overstijgt. Die gaat over die, uh, uh, de Nations League, als ze die ook spelen. Hij, hij, hij durft dat zeggen wat mm. hij denkt. Ja, ja, op andere zo. momenten uh, verrast mij daar, ja. Maar daar zit natuurlijk dat punt van: hij zit meer in die flow van die mm. harde rivaliteit die mm -hmm. natuurlijk in Spanje sterk ja, leeft. Mooie analyse, dankjewel Filip. Onze tijd zit er uh, al op voor vandaag. Ik heb het gevoel dat we nog een half uurtje zouden kunnen verder praten, maar dat, uh, dat, uh, dat kan niet. Dus ik ga jullie vragen. Pronostiek voor morgen: Club Atletico. Dat is moeier, Philippe, je mooi, Filip. <laughs> we, 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 we hebben nog nooit gewonnen op, uh, op Club Brugge. Uh, was 0 -0, um, 19 ja. was 0-0. Dan, Klopt. Dan, dan, dan. En in eerdere occasies ook niet. Dus ik hoop dat de ban gebroken is. Er zitten een aantal van onze fans ook in Dubio, die ook, ook voor Club Brugge ja. zijn. Maar ik hoop op een 1-2. Dus laat het maar beginnen. Gutla wordt in Spanje sterk gevolgd. Die heeft een match waar hij hem dubbel moet bewijzen. Ja. Ze noemen hem daar de Lucky Look. Sneller dan de man uit het Westen, die sneller is dan zijn schaduw. Want hij al zijn goals in de eerste helft heeft gemaakt. Dus ik denk, Gutla opent. Hmm. En toch gaan wij erover. <laughs> okay, 1-2. Ja. Op zijn atletico's. Oké, okay. Gert? Ja, ik zeg dan 1-1. 1-1. Ja, jij hoopt toch nog net iets ja. meer een blauw-zwarte overwinning. Ja, zeg maar. Trouwens, als, als je sprak over wel een voetballer dat de Carrasco geworden is, en je mm. beschreef welke kwaliteit dat hij heeft... Mm. In uw beste jaren had jij daar ook gelijk niet mee staan hè? als type uh, voetballer, Dat weet Nee, ik had uh, Ik uh, ik zou uh, heel graag gekozen hebben. <laughs> <laughs> maar het zou ook wat DNA bij mij gepast hebben, ja. ja. ja, dat is... ja. Goed, mannen, ik dank jullie Volgende voor. De... volg gaan we niet discussiëren, maar. Oh, dat zou qua ook wel leuk zijn, zou denk, past, denk ik, ja. dat absoluut. Ja. Ik ga jullie bedanken, mannen. De uitrusting ook, maar toch met blauwe broeken. Hè. Yes. Hey, het, het moet ja. met een blauwe broek. Ja. Soms met een rode broek. Ja. Nee, nee, het, het moet, moet voor. He? Blauwe broek Ik heb voor jullie een sjaal bij. Met roet en ah, rochieblank. Goed, daar gaan we nog een foto van nemen. Die gooien we op de socials. Dankjewel, Filip. Veel plezier in Jan Breidel morgen. Dankjewel. Enjoy en uh, Gert, ja, uh, jij ook. En volgende week in Calderon ook, want daar ga je mm, ook naartoe. Ja. in. Allright, dankjewel. Uh... Niet in Calderon, hè? Uh, sorry. Nee, dat is Ik zit er zelf <laughs> nog mee met. Metropolitano. Hoofd. Wanda is Wanda, al Wanda, Wanda. Wanda. Metropolitano. Excuus, ja, Calderon. Wanda mooi dan immers. Dit is een nieuwe sponsor al. Ja, dat is een nieuwe sponsor. Okay, kijk. Ja. Bestond er nog maar, Calderon. Laat, laat ons daarmee afsluiten, want die ervaringen ja. gaan we nooit vergeten. Morgen en overmorgen: veel Champions League voetbal, live op Pix Sports. Graag tot dan. Mm.